Aflevering van Doe mee met Sjeritza. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er weer zin in. We gaan gewoon gelijk beginnen. Vandaag moeten Tada en To Do opdrachtjes doen thuis. Weet je waarom? Elke dag moeten ze wat opdrachten thuis doen. Elke dag van de week. Op de maandag, op de dinsdag, op de woensdag, op de donderdag, op de vrijdag. Op de zaterdag en op de zondag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en de zondag. Elke dag van de week moeten zij opdrachtjes doen. En ze moeten dan bijvoorbeeld niet alleen hun kamers opruimen, maar ze moeten ook alle speelgoed netjes wegleggen. Ze moeten alle papiertjes oprapen. En ze mogen ook even bezem in hun kamer. En ze mogen ook stofzuigen in hun kamer. Maar zal ik je wat vertellen? Tada en To Do hebben er niet altijd evenveel zin in. En vandaag was de dag dat ze er allebei geen zin in hadden. Ze wilden gewoon met elkaar buiten spelen. Maar ja, ze woonden allebei bij hun eigen huis. Maar weet je wat wel kon? Ze konden uit het raam kijken naar elkaar. En ze konden met elkaar praten via het raam. En ze riepen, hey, ben je daar? Tada, ben je daar? Tada, ben je daar? Dat schreeuwde To Do. En To Do keek waar Tada was. Hij ging op zijn tenen staan, ging kijken. En ja hoor, daar ging het gordijn opzij. En Tada riep, ik ben hier. En To Do vroeg, heb jij alles al opgeruimd? En Tada zei, nee, nog niet. Maar ik heb vandaag geen zin om op te ruimen. En To Do zei, ik ook niet. Zullen we gewoon helemaal niet opruimen? Zullen we allebei gewoon lekker niet opruimen vandaag? Is niet zo slim, toch? Als je niet opruimt thuis. Dat vinden grote mensen niet zo leuk. Als kinderen buiten willen spelen, dan moeten ze natuurlijk wel hun kamers opruimen. Je speelgoed moet dan aan de kant. Je bed moet zijn opgemaakt. Je moet dan zorgen dat er geen troep meer ligt. Je kamer moet je opruimen. Want anders worden grote mensen boos. Ja, je kamer moet je opruimen. Anders worden grote mensen boos. En Tada en To Do gingen maar spelen met elkaar. En lachen en verstoppertje doen. En ik ben weg, kan je me zien? Haha, dan ben ik weer. Ik ben ook weg, kan je me zien? Haha, dan ben ik weer. Ja, verstoppertje is altijd zo leuk. En het is echt fantastisch hoe ze speelden. Maar ja, of het nou zo fantastisch was om die kamer op te ruimen. En dan gingen ze weer, ik verstop me, kan je me vinden? En hier ben ik weer. En dat deden ze de hele tijd. Maar ja, was het slim? Niet zo slim. Want opeens hoorde hij op de deur. Tada, heb jij je kamer opgeruimd? Tada schrok. En op de andere deur hoorde je aan de andere kant. To Do, heb je kamer opgeruimd? To Do, heb je kamer opgeruimd? Ook To Do was geschrokken. Ze hadden allebei nog helemaal niks opgeruimd. En weet je wat het erge is? Ze hebben juist nog meer troep in hun kamer gemaakt. Want ze gingen naar elkaar kijken en ze gingen dingen op de grond gooien en lachen.
Al hun bakken speelgoed hadden ze leeggegooid op de grond. En dat kan niet. Elke dag moet je kamer een beetje netjes zijn natuurlijk. Ja, en het was vandaag geen maandag. Het was ook geen dinsdag. Het was ook geen woensdag. En ook geen donderdag. Het was ook geen vrijdag. En ook geen zaterdag. Maar het was zondag. Het was zondag en de kamers waren vol met rommel. En beide ouders die op de deur hadden geklopt bij Tada en Todo waren niet blij. Ze gingen zuchten. Ze keken op de grond. En ze zagen alleen maar troep. Ze gingen hun hoofd schudden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De ouders keken elkaar aan vanuit het raam. Ze zwaaiden naar elkaar. Buurman? Ja, buurvrouw? Wat zullen wij doen met de kinderen? Weet je wat? We geven ze 1 liedje de tijd om zo snel mogelijk alles op te ruimen. Doen ze dat niet, dan mogen ze niet naar televisie kijken. Ze mogen geen toetjes. Ze mogen niet met elkaar buiten spelen. En ze mogen niet op ons telefoon een spelletje spelen. Tada en Todo wisten niet wat ze hoorden. Hun ouders gingen de deur uit. Tada en Todo keken elkaar aan. Wat gaan we doen? Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat denk je dat ze gingen doen? Wat denk jij? Zeg maar. Wat denk jij? Precies. Ze wachten op het liedje en ze dachten, weet je wat? Wij willen wel leuke dingen blijven doen. Dus ze gingen als superhelden hun kamers opruimen. Snel. En de ouders kwamen snel naar boven. Ze kwamen renden. Ze renden allebei de trap op. Ze klikten gelijk op de deur. Ze maakten de deur langzaam open. Heel langzaam. Het was gewoon spannend. Wat zouden ze zien? Wat zouden ze zien? Zou de kamer opgeruimd zijn? Ze stonden in de kamer. En ze keken in de kamer. En het zag er prachtig uit. Ze waren helemaal geschrokken. Ze hadden dit niet verwacht. Dat de kamer zo mooi zou zijn. Ze waren super trots op Tada en Todo. Ze mochten naar beneden. En omdat ze het echt zo snel hadden gedaan, mochten ze vandaag toch met elkaar buiten spelen. Wat fijn weer. Hé, luister.
Ik ben blij dat ze buiten kunnen spelen. En ik hoop dat jij ook elke dag je kamer goed opruimt. Want dan mag je natuurlijk ook leuke dingen doen. Ja, waarom niet? Kom op. Doe je kamer elke dag. En laat het goed achter. En dan worden alle grote mensen trots op jou. Nou, dat was het voor vandaag. En ik zou zeggen, een fijne dag. En tot de volgende keer. Doei! Doei, zijn we terug.